wat ik al zei, ik kan vandaag niet naar mijn atelier. Nou ja, tenzij ik ga zwemmen. En ik begreep dat als je wil lopen, gaat het ongeveer tot hier kan je er komen. Dus, kan je wel van de andere kant af komen? Van de andere kant af kan je komen. En dan kun je, je kunt geloof ik zelfs met de auto tot het Witte Huis, want daar als je de... Ik denk het niet hoor. Wat? Ik denk niet dat je daar kunt komen. Nou, je kunt er helemaal met de auto komen, in principe, vanaf de andere kant. Want wij hebben namelijk een sleutel van die hekken. Dus hier de zomerdijk. Ja, die staat nog niet onder, maar je moet wel ontzettend oppassen, want daar staan alle koeien en paarden. Ja. Dus je moet wel flink toeteren als je die kant op wil. Misschien kun je beter hard loeien. Ja, nee, maar kijk, als ik het zou doen, dan zou ik mijn auto denk ik in de haven zetten. Ja. En dan, hebben jullie bootjes? We hebben een bootje. En Jeroen Dijsselbloem, die... Ja, ik weet niet of die een bootje heeft, maar ja, die hoeft toch niet meer te werken nu, nee, toch? Nee, hè? Nee, maar hij zal wel een chauffeur hebben, toch? Die met een bootje maar kunt palen. Het is nu wel veel fijner als jaren geleden, want omdat vanwege die natuurontwikkeling, vroeger zaten we veel meer prikkeldraad in. En we hebben zo'n boot met zo'n buitenboordmotor, dan moet je enorm uitkijken dat je dan niet blijft hangen in het prikkeldraad. Maar het is nu gewoon één rechte weg eigenlijk. Ja. En eigenlijk zou je bijna over het pad kunnen gaan, hè? Wat je lieslaars hebt. Ja, maar ook met een bootje, met een roeibootje. Want kijk, als je daar bij het Huis van Dijsselbloem bent, dat is de Zomerdijk, hè? Die is droog. Ja, want, want daar in de hoek gaat het natuurlijk omhoog, dat is droog. Ik zie het. Nou. Dus ja, of je kan ook je broek uit doen, tot aan je onderbroek blijft het wel droog. Nou, succes ermee. Ik denk alleen wel dat je dan heel erg koud eraan komt zetten. Hey, doei. Doei.